al vroeg in de regen. Op de fiets, keihard trappen in de wind. Vorig jaar haalden ze het net niet, maar dit jaar is de 11-jarige Shalisa uit Wognum de gelukkige finaliste van het Kinderen voor Kinderen Songfestival. En 1, 2, 3, vol energie. Shalisa, je bent door naar de landelijke finale van het Songfestival voor Kinderen voor Kinderen. Had je dat gedacht? Nou nee, want iedereen was eigenlijk heel goed in mijn groepje. Ja, het was heel spannend, maar we waren ook heel gezellig samen. Dus we wouden eigenlijk wel dat iedereen door kon. Wat heb je allemaal gedaan om door te gaan naar de finale? Ik heb geglimlacht naar de mensen. En lekker bewegen. Hoe ga je ervoor zorgen om de landelijke finale te winnen? Nou ja, vooral heel veel plezier hebben. En ook een beetje goed articuleren. En gewoon weer glimlachen en lekker swingen. Je hebt een nieuw nummer, 1, 2, 3. Ga je daar meer kans mee maken, denk je? Jawel, want er zit meer power in en meer soul. En dat past wel bij mij. Verdwijnen, zie de regen vallen, voel je al die kracht. Uitgerekend jouw klasgenoot staat in de finale. Hoe vind je dat? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Het is ook spannend. Ik hoop dat ze wint. Nou, heel leuk en ik wens haar ook veel succes. Ik vind het heel leuk voor haar. Ja, ik vind het echt super en ik steun haar ook in de finale. Ik vind het ook erg leuk en ik vind dat ze goed gedaan heeft. En ik steun haar ook heel erg. Hoe ga je Shalisa steunen? Nou, ik ga zeker kijken. En nou, ze is ook een leuke meid, dus ik hoop wel echt dat ze wint. Geloof in al je dromen. Op 21 mei zal Shalisa met haar nieuwe liedje 1, 2, 3 de sterren van de hemel zingen om dat Holland te vertegenwoordigen.